Wat wil je vertellen over de snoeischaren? Nou, weet je, ik ben er nu al ruim een maand fulltime mee aan het snoeien. En daarvoor hebben we natuurlijk al behoorlijk getest. Maar het zijn zulke fijne snoeischaren. Ja, soms kom je gewoon iets tegen. Soms is het ook een beetje mazzel hebben. Dat je er tegenaan loopt en denk je, wow, wat is dit? Je gaat ermee aan het werk en dat het gewoon zo'n fijn gereedschap is. Ja, dus, en Sinterklaas komt eraan en de kerst komt eraan. Dus ik denk, ja, als je nou een leuk cadeautje wilt. We hebben natuurlijk die loco's. Kijk daar eens naar. Die zijn in twee standen verstelbaar. Dus de kleine handen, grote handen. Dan hebben we de Pro. Dat is echt een hele stoere jongen voor de dikste takken. Nog zo'n hele gekke loco. En we hebben natuurlijk de krachtpatser. Linkshandig, rechtshandig. Met die hele eenvoudige sluiting. Het is ook echt zo'n plantenschaartje, een bloemenschaartje. Maar, hoe krijg je hem thuis? Kartonnen doosje. En daar vind je dit filte doekje in. Met een heel mooi strikje daaromheen. Groetjes. Tuinmeneer is daar dan weer op. En dan maak je het open. En daarin zit de snoeischaar. Naar keuze natuurlijk. En dit doekje, die gaan we niet weggooien, hè? Nee, dat gebruik je om na het snoeien even de blaadjes gewoon eventjes af te vegen. Denk om je vingers, hè, want dit is vlijm en vlijmscherp. Hou hem gewoon zo lekker dubbel. Kan je het goed afvegen, maak je hem schoon, leg je hem weg. Of je rolt hem erin terug. Ja. Ben je zuinig op je gereedschap? Leuk om te zien. En vooral leuk om te krijgen. Of leuk om te geven. Wat was het nou, Kaat? Leuk om te krijgen. Nou, maakt niet uit. Maar kijk er nog even naar de tuinmeneershop. Ik ben er super enthousiast over. En oké, ik ga weer aan het werk. Goed verhaal. Doei.